In dit boek wordt voor het eerst een poging gewaagd het verloop van de geschiedenis op voorhand te bepalen. Zo luidt de openingszin van het boek dat volgens de auteur alle andere geschiedenisboeken overbodig zou maken. Want met zijn boek was ongeveer alles gezegd wat er over de mensheid te zeggen viel. Ja, die Untergang des Abendlandes heette het megalomane bouwwerk op schrift. Het verscheen in 1918 en werd geschreven door de brommerige profeet Oswald Spengler. En nu, 100 jaar later, is het voor het eerst in het Nederlands vertaald en verschenen als De Ondergang van het Abendland. En we praten over het boek met vertaler Mark Wildschut, filosoof Ad Verbrugge en historicus Chris van der Heijden, die ooit verliefd schijnt geweest te zijn op dat curieuze boek, heb ik begrepen uit een artikel in de Groene Amsterdammer van een tijdje terug. Eerst maar even de vertaling. Nu, 100 jaar later, Mark Wildschut. Waarom nu pas? Deze vraag had je niet verwacht. Dus duidelijk, je kijkt me aan alsof ik... Mooi begin. Nou ja, ik denk dat er zijn... Ik weet in elk geval dat het heel vaak aangeboden is aan uitgeverijen die daar ook het eigenlijk ook wel hadden willen doen en het nooit hebben aangedurfd vanwege dat megalomaan. Het is natuurlijk een heel duur project. Dat is een van de redenen. En ik denk een andere reden is toch dat het... Dat ze niemand hebben kunnen vinden die er zin in had om te doen. Nee, dat denk ik niet. Want het is een geweldig, literair, ongelooflijk mooi boek wat volgens mij de Nobelprijs voor de literatuur had verdiend. Dus ik denk dat er genoeg vertalers klaar hebben gestaan. Maar nee, ik denk dat het ook met de tijdgeest te maken heeft. Met om het maar heel simpel te zeggen, een ondergangsstemming die er nu ook weer een beetje heerst. Dus, samen met Thierry zijn we allemaal in ondergangsstemming. Ja, en met het feit, dan niet vergeet niet dat toen Spengler zo populair was, dat de gemiddelde Nederlandse intellectueel heel goed Duits kon lezen. Dus dat het was, dus nu speelt nu ook wel een rol. Het speelt maar ook voor rol. De oorlog ja, zeker. Was het, ja, het publiek las het gewoon. Was er geen vraag, hoefde het niet? Niet echt. Nee. Even nog terug naar Mark, want je bent, hoeveel jaren heeft dit van jouw leven gekost? Want het zijn 1200 pagina's. Het is een, je zegt al terecht, een literaire tekst, maar ook op een bepaalde manier hermetische, zware, moeilijke Duitse tekst. Hoe lang heeft je dit gekost? 2,5 jaar ongeveer. Ja. En dat is hoeveel bladzijden per dag? Ja, dat heb ik. Kan je zelf rekenen? Uit 700, 12, 7 is 1,5 per dag ongeveer. Ik doe iets van 5 bladzijden per dag. In principe, maar dan... En hoe gaat zoiets heel eventjes? Staan mensen in de rij en we moeten allemaal... Hoe krijg je zo'n klus? Ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik samen met mijn uitgever goed kende. Zijn natuurlijk, het is een kleine niche, filosofie vertalen in het Nederlands. Dus dat soort dingen gaat in overleg, van wat gaan we nu doen? Het is niet zo dat ze nou bij mij aan de bel hangen. Nee, dat is zo'n project groeit. Het hangt al heel lang in de lucht en op een gegeven moment zeg je, laten we nu de knoop doorhakken en het gaan doen. Ja, en wat was de meest erge zin om te vertalen? Of weet je dat niet? Ik vond het allemaal prachtig om te vertalen. Okay. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. Ad Verbrugge, ja. Welkom ook. Terecht dat het boek nu vertaald is. Ja, zonder meer. Ik behandel het zelf nog steeds met mijn studenten, stukken eruit. En kijk, je kunt er op verschillende manieren naar kijken, maar ik denk dat je het in de eerste plaats als een filosofisch werk moet zien. Dus het is, het is een manier om naar de geschiedenis te kijken. En de vraag is, hoe kijken wij natuurlijk bijvoorbeeld naar modernisering, naar de verlichting, naar onze eigen uitgangspunten, mensenrechten. Hoe kijken we naar de manier waarop onze economie is ingericht? Ik hoorde net iets over Ford. Nou, hoe begrijp je zo'n verschijnsel? Hadden we dat ooit bij de Egyptenaren ook, bij de Chinezen ook? Nou, nee, Spengler zegt nee. En hij heeft dus een methode om dat soort fenomenen waarin we mee te maken hebben, om die op een bepaalde coherente manier te duiden. En dat is uitermate interessant. Ook uitermate relevant. Je hoeft het niet met hem eens te zijn. Maar ik moet zeggen, hij heeft mij de ogen geopend. Ook ten opzichte van, laten we zeggen, de filosofie zelf. Hij heeft mij de ogen geopend. Dat is een hele fijne zin. Te meer ook omdat deze man, laten we zeggen, last had van profetische aanvechtingen, voor zover ik het begrijp, uit de geschiedschrijving. Zeker. Dus ja, hij heeft alweer een volgeling erbij. Ja, heeft niks met volgelingen te maken. Je kunt het natuurlijk op een cynische manier bespreken. Gek boek, 1200 bladzijden. Maar die man die wist ongelooflijk veel. En die heeft
op een manier onze eigen tijd beschreven, waar natuurlijk nodig op af valt te dingen, maar waar tegelijkertijd waar die echt inzichten biedt. En dus hij kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van moderne technologie in samenspel met de economie. Hij heeft dat al heel vroeg gezien in de lijn van Marx, hoe economie en techniek en kapitaal bij elkaar komen. En hij trekt dan een aantal lijnen door. Zo schetst hij nou, er zullen steden ontstaan in de 21ste eeuw, waarvan wij nog geen voorstelling kunnen maken. Begeleid met verkeersgedachten die wij nog niet begrijpen. En dan zitten we 100 jaar ervoor bij. Ja, dan heeft hij het over twee steden van meer dan 20 miljoen inwoners. Dus dat soort, hij heeft het aantal zaken ook heel concreet gezegd. Communisme, dat haalt nooit het eind van de 20ste eeuw enzovoort. Dat soort dingen. Maar het gaat er voor mij meer om van hoe kijk je naar dynamiek? Hoe kijk je naar ontwikkelingen? En daar heeft hij denk ik in ieder geval met betrekking tot de toekomst de juiste vragen gesteld. Is het niet heel belangrijk voor mensen die hem niet kennen om wel even te zeggen, het is geen historicus, het is geen filosoof, het is hij is beide. Maar hij is opgeleid als natuurkundige, toch? Komt uit een natuurwetenschappelijke hoek. Ja. Dat is, natuurlijk ook wel wat heel belangrijk voor hem is geweest. Hij wilde natuurlijk proberen om in de geschiedenis dezelfde wetmatigheid, als je het zo mag zeggen, te ontdekken als je in de natuur kan aantreffen. Die tegelijkertijd heel anders is. Dat zegt hij dan ook weer. Dat is waar, dat is juist. Even nog naar jou, Chris. Want ik zei net al, je bent ooit een beetje verliefd geweest op dat boek. Absoluut. Je had een dunner exemplaar, en dat heb je volledig onderstreept als puber misschien of zo. Of 19, 20 was ik denk ik ongeveer. Maar was je toen een heel somber ventje? Dan? Nee, helemaal niet. Nee, het was in het somberheid. Want ik ben toch, je zei dat je inleiding zei dat hij somber was. Daar ben ik het eigenlijk helemaal niet zo mee eens. Wat ik wilde als jong aankomend historicus, en dat natuurlijk een fundamenteel verschil tussen mij en de twee andere heren. Ik ben natuurlijk echt een historicus, ook in hart en nieren. Dat is een andere invalshoek, denk ik. Maar ik zocht naar een auteur die mij kon helpen heel het systeem te begrijpen. Ik was in verwarring door al die chaos van die dingen die ik wilde begrijpen. Ik dacht, ik moet ergens een systeem zien te vinden. Ik moet een manier hebben om de geschiedenis te ordenen. Mm-hmm. En daar hielp Spengler mij erg mee. Ik zal niet zeggen hoe ik daar later over, dat misschien zo meteen. Maar goed, dat was voor mij de verliefdheid. Ik dacht van, oh, nu weet ik het. Ik heb het houvast. Ja. Dit is een man die met één blik een heel verhaal vertelt. Dat is een systeem. Het geheim van de geschiedenis. Een denkraam. Te ontraadselen want kunnen we dat boek... Het gaat misschien te ver om het zo te zeggen, Alte, maar even voor het gemak kun je even het boek kort en krachtig samenvatten. Punt 1 gaat niet over het einde van de geschiedenis. Het gaat over de voltooiing eigenlijk van de westerse geschiedenis. Waarin wij een aantal zaken hebben ontwikkeld met elkaar. Wij denken bijvoorbeeld niet meer dat er naast mensenrechten nog iets nieuws gaat ontstaan op moreel gebied. Zeg, nou, op een gegeven moment schaffen we dat weer af. En dus wij hebben ook een idee van een einde. De verlichting heeft ook een idee van haar eigen einde. Fukuyama schreef het einde van de geschiedenis. Dat doet Spengler niet. Hij spreekt over de voltooiing van een cultuur. En hij zegt, we zijn de civilisatiefase binnengekomen. Zoals dat ooit is gebeurd bij de Egyptenaren. Zoals dat ooit is gebeurd bij in de antieke wereld, bij de Romeinen. En zo geldt dat ook voor het Westen. En wat betekent die civilisatiefase? Dat hangt samen met een aantal, laten we zeggen, kernwaarden van zo'n cultuur. Mag ik heel even ertussen? Want ik begreep dit pas toen ik begreep dat hij cultuur of samenleving iets zag wat als een plant, dat komt op, groeit. Ja, wat hij in wezen doet is grote culturen beschrijven in hun opkomst. Dat vergelijkt hij met een plant. Ja, dus een plantaardig. En de civilisatieperiode waar jij het over hebt, precies. Je al een beetje een plant aan het eind. In winter, dus, dat is de winter. Dus, op het einde, dus China heeft ook nog duizenden jaren bestaan. Hè, dus het gaat er niet om dat je verdwijnt. Maar het gaat erom dat er de soort van voortgang, zoals wij die gekend hebben, bijvoorbeeld van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd en naar de verlichtingen waar we nu zitten, die een dergelijke ontwikkeling is voorbij. Dus er treedt een soort van verstening op. Economie, techniek en politiek worden de beslissende grootheden. Het is een geseculariseerde wereld in feite. Mm-hmm. Waarin zeker in het avondland dan die techniek een heel belangrijk stempel gaat drukken op onze cultuur. Dat zijn toekomst. De patronen die eigenlijk, als je het uit zou tekenen, zijn het alsmaar opgaande en neergaande. Wij denken het lineair, begrijp je? Wij leren de oudheid, dan krijg je middeleeuwen, dan krijg je moderne tijd. Wij denken zo. Dat moeten we niet meer doen. En hij zegt nee, je moet denken in cirkels. Misschien bestaat uit cirkels. Ja. Hij denkt niet van A naar B, maar steeds is het een herhaling. Misschien is het een herhaling.
Maar nou, in. Ja, het is ook tegelijkertijd weer helemaal eenmalig, zegt hij. Dus ja, waar het om gaat is... De patronen zijn er herhaald. Er zijn bepaalde patronen, zoals je ziet, zoals in het Romeinse Rijk, dat op een gegeven moment de republiek wordt. En de republiek, daar komt een samenspel van politiek en geld. En dan komt uiteindelijk een soort keizer achter. En wij zitten niet in hetzelfde cirkeltje als de oudheid, zeg maar. Nee, Rome, ja, wij zitten in de fase van Rome. Waar wij brood en spelen bij de Romeinen, dat zijn bij ons ook de voetbals, dat zijn de stadions geworden, zo gezegd. Dus, ons cirkeltje is dan aan het al begonnen. Maar wacht maar even. Zeker. Voor het gemak, dat schrijft Spengler in 1918. En jij zegt het nu, daar zitten we nog steeds. We zijn 100 jaar verder. Ja, civilisatie, daar kunnen we nog eeuwen in zitten. Dus en we zitten nog steeds in de Romeinse, in een soortzelfde fase als de eindtijd van de Romeinen. Volgens Spengler. Je moet zeggen, ongeveer de eerste eeuw voor Christus van de Romeinen. Dat is en we gaan nu... laten we zeggen, als je het zo wil temporiseren... Maar wat zijn dan de andere cirkels? De Chinese cultuur? Indiaanse cultuur, Zuid-Amerikaanse cultuur, Egypte. Inca's, Azteken. En dan heeft het over de hooggrote cultuur. Hè? Ja. Hij weet ook wel dat er nog allerlei andere zijn, maar hij heeft een aantal, acht grote culturen die hij beschrijft in deze cirkel. En dan ken je dus iets grappigs, dat mensen dus tijdgenoten van elkaar zijn, terwijl ze in heel andere tijden leven. Is een van de charmes van dit boek, vraag ik aan Mark Wildschut ook, dat als je naar de jaren 20 van de vorige eeuw kijkt, dan is er over het algemeen nog het perspectief van de westerse beschaving dit zitten. Daar gaat het om. Mm-hmm. Is een van de charmes van dit boek dat idee volledig onderuit gehaald wordt, want we zijn maar één van de beschavingen die ook weer ten onder gaan? Vind ik wel, ja. Absoluut. Dus de radicale kritiek op eurocentrisme vind ik een van de grote krachten van het boek. Heeft mij echt... om die zin te herhalen, de ogen geopend. Dus ik kan me vaak toch zeg maar ergeren van een soort zelfgenoegzaamheid van onze cultuur. En vooral binnen bepaalde kringen. Dat je kan zien, het echt ter sprake, kritisch ter sprake nemen van jouw eigen standpunt als maar een standpunt naast allerlei... hele radicaal andere mogelijkheden, vind ik een van de grote krachten van dit boek. Ja, extreme vorm van cultuurrelativisme, dat is absoluut waar. En ook weer niet. Hè? Dus dat is het gekke, dat is wat Marx zegt. Je ziet dus het verschil met Rusland. Dat is heel fascinerend hoe hij dat duidt. Hè? Wat er in Rusland gaande is. En dan zegt hij, eigenlijk begrijp je elkaar ten diepste niet. Hè? Datzelfde geldt voor de wereld van de islam. Hij zegt, hun natiegedachte is eigenlijk niet bijvoorbeeld aan lokale grenzen gebonden. Ze hebben een broederschapservaring die met de umma samenhangt. En dat noemt hij de magische eenheid. En waarbij je over duizenden kilometers heen een soort van broederschap ervaart. Denk ook aan de joden, die horen bij die magische ziel. Nou, wat Marx zegt, is wat er gebeurt, is je wordt enorm geconfronteerd met je eigen vooronderstellingen. En tegelijkertijd zal hij niet zeggen, nou, die ruilen we dus weer in. En dat bedoel ik. Het is in die zin geen relativisme. Hij zegt, nou, je moet accepteren, dit is het avondland. Betekent niet dat wat wij doen voor heel de wereld altijd en overal zal gelden. Maar we moeten zorgen dat we, als wat ons dierbaar is, dat we dat een beetje intact houden. Ja, dus dat is zijn idee. Ja, en wat een van die grappige dingen is, vind ik althans, als je het boek doorploetert, zeg ik toch maar even voor het gemak, is dat hij... Het lot, dat is iets wat we moeten leren liefhebben. We moeten het lot leren omarmen. We moeten zelfs het lot een handje helpen. Welk lot moeten we een handje helpen in zijn verbeelding? Dat is een notie die hij van Nietzsche heeft. Natuurlijk het amor fati. Nietzsche is een van zijn grote voorbeelden. Naast Goethe, dat zijn zijn twee grote helden. En welk lot? Dat is dat lot wat Ad net ook schetst. Je moet wel bij je tijd zijn. Het heeft niet zo... Kijk, Spengler was een hele erg gespleten geest. Eigenlijk was het een man van de 19e eeuw... die heel erg hield van de Duitse cultuur. Maar hij had tegelijkertijd het gevoel van... ja, het is voorbij, het is niet meer te redden. Dus terug kunnen we niet, dus we moeten vooruit. Dat is dan dat lot. We moeten die civilisatie op... Het lot van een blad aan een boom. Ik bedoel, het is heel simpel. Ja. Een blad aan een boom kan wel roepen... Dus ik wil dat het zomer is als het winter wordt. Ja. Als het winter is, dan moet je daarmee het beste van maken, zou ik maar zeggen. Het lot van een blad aan een boom, die kan niet anders dan vergaan en vallen. Dat is ongeveer wat je zegt. Voor zover we weten, behalve prinses Irene, kan een boom niet denken en voelen. Wij mensen kunnen dat wel. En je proeft, naar mijn gevoel, bij Spengler... enorme pastorale heimwee bijna naar een wereld die verloren is.
Of heb ik dat mis? Nou, ja, dat, dat heb je mis, ja. Nee, ja. Nou, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Jij projecteert nu het Baudet-gedachte op Spengler. Daar ben ik het wel mee oneens. Maar het is wel zo dat hij, dat hij gedacht had over Duitse cultuur met name, over cultuur, die hij verloren zag gaan. Hij was echt, wat altijd ook slecht zegt, een 19e-eeuwse Duitser voor wie cultuur, dat was iets, Goethe, het was iets groots, iets magisch. En daar had hij wel zeker een nostalgie naar. Maar het is precies wat Mark ook zegt. Je voelt die tweeslachtigheid. Dus enerzijds die grote liefde. Waarin hij heeft prachtige stukken over de Duitse muziekcultuur. En hoe dat met de instrumenten bouwen, hoe dat samenhangt. En zo schrijft hij ook schitterend over Rembrandt. Ik bedoel, ik kan dat iedereen aanraden. Gewoon een hele mooie. En daar voel je dat. Tegelijkertijd zegt hij, als je zoon gaat studeren, moet hij techniek doen. Want techniek, dat hoort bij de civilisatie. Dat is de fase waarin we zitten. Economie, dat is de beslissende grootheid. Je kan nog wel naar de kunstacademie, maar er komt nooit meer een kunstcultuur zoals we die in de 17e en 18e eeuw hebben gehad. Dat is zeg maar zijn realisme. Of je daarmee eens bent, dat is een punt tweede. Het is wel iets ongeveer het kabinetsbeleid. Het is wel waar zijn ideaalbeeld. Ik zie het bij mijn eigen zoon. Dat zegt ook van, ik raad hem ook aan naar Delft te gaan. Los aan dat hij dat zelf al in zich heeft. Maar, en dat vind ik ook best heel triest. Maar de ondergang van de geesteswetenschappen, dat gaat volgens mij niet echt de goede kant uit. Maar dat neemt niet weg dat Jos gelijk heeft met het feit dat Spengler wel degelijk zich verwant voelde aan een bepaalde fase in de westerse cultuur. En dat was zijn groot ideaal. En dat schrijft hij toch ook heel erg. Dat voel je. Ja. Het is toch ook heel erg Duits? Heel Duits. Dat woord cultuur. Dat Duitse woord cultuur. Het is een ander idee van cultuur dan Frans of Italiaans of Anglo-Saxisch, toch? Laten we dan even nog even stilstaan bij dat. Maar nog heel even. Dat Duitse voeling met de bodem. Nee, het is meer dan dat hoor. Dat is een banale uitleg van cultuur. Nee, cultuur is een soort. Het is cultuur. Een cultuur. Cultuur is cultuur. En probeer dat maar eens te benoemen. Want het is een onderscheid wat je bij Thomas Mann tegenkomt. Cultuur en civilisation. Ja. En een van jullie moet even lekker gaan uitleggen wat nou precies hoe je dat onderscheid moet voelen en zien. Hoe ze dat toen zagen. Nou, weet je, mag ik het uitleggen op een historische manier? In de Duitse geschiedenis heeft de burgerij nooit eigenlijk macht gekregen. De burgerij waren namelijk de officieren enzovoort. En de burgerij kreeg een heel ander terrein toegewezen. Dat was het terrein van de cultuur. En die cultuur was voor hun, daardoor voor hun een functie die veel hoger en veel groter was dan bij ons. Waar cultuur eenvoudiger is, veel Engelser is. En daar kreeg cultuur. En datgene wat hun verhief en wat hun groot maakte en wat ook de toekomst gaf en wat hun macht gaf enzovoort. Even plat Bach. Meer dan Bach. Het was gewoon. Het gaat voor een deel om macht ook. De Duitse burgerij die had dus niet echt politieke macht, maar had wel die andere macht van Goethe en van Nietzsche en van Bach. En dat was een macht die eigenlijk veel groter was en veel mooier dan de andere macht die plat was. Maar mag ik ook nog een poging? En civilisatie staat dus voor wat verplatting als het ware. Cultuur verbindt hij eigenlijk met de innerlijke drijfveer. Dus dat je van binnenuit eigenlijk de noodzaak hebt om jezelf tot uitdrukking te brengen. Dat kan in de kunst gebeuren, het zal in de wereld van de religie gebeuren, in de architectuur. En dat is een soort diep gevoelde noodzaak om jezelf tot uitdrukking te brengen. In de civilisatie is eigenlijk die noodzaak er niet meer, zegt hij zozeer. Maar zie je dat men meer naar de extensieve groten toe wil. Dus men wil uitbreiden, steeds grotere gebouwen maken. Men wil vermaak en men wil meer beheersing. Dus het is een soort onderscheid tussen van binnen en meer van buiten. Nu geef je toch de opzet naar de grote roze olifant die hier natuurlijk hangt. Van dat Spengler toch in verband wordt gebracht met het begin van. Van het nazisme. Ja. Ja, dat is waar. Maar dat gebeurt wil niet zeggen dat altijd even terecht is. Kijk, Spengler, net viel de naam voor Thomas Mann. En de naam viel Rembrandt, viel ook eventjes. Ja. Je hebt een beroemd boek, bijvoorbeeld Rembrandt als Jaarzier. Thomas Mann zat in diezelfde hoek. Er was natuurlijk een hele, zeg maar,
conservatieve reactie, die ideeën van 1914 versus de ideeën van 1789. Dat speelde in die tijd van Spengler. En dat was een hoek waar inderdaad de nazi's gebruik van hebben gemaakt. En die ook wel allerlei linken heeft naar de nazi's, maar om die te simpel te leggen, dat is te eenvoudig. Nee, het was ja. eigenlijk, je zou kunnen zeggen, zoeken tussen Amerikanisme en communisme in. En er was de derde weg. Ja, de derde weg. De derde weg. Maar de nazi's hebben er wel gebruik van gemaakt. Natuurlijk hebben de nazi's daar gebruik van gemaakt. Maar Spengler was erg kritisch op de manier waarop met name het kapitaal zich ontwikkelde. Dus de enorme invloed. We horen net het hele verhaal over Ford. Nou, hij was kritisch over wat hij noemt miljardairsocialisme. Omdat dat niet de vorm was die in zijn ogen bij het continent hoorde. Wat wij nu, we spreken nu over het Rijnlandse model. Dus hij, het idee was dat moet je even uitleggen. Het idee van er zijn verschillende economische ordes. Je hebt de Angelsaksische orde. Waarin eigenlijk de private ondernemer centraal staat. En waarin kapitaal een doorslaggevende categorie is. Dus de macht van enkelingen. De Engelse grootgrondbezitters die op een gegeven moment. Ja, maar ook de grootindustriëlen. Ja. Daar heeft hij overigens wel respect voor. Maar hij zegt dat is niet de manier van het continent. En op het Rijnland staat eigenlijk het algemeen belang centraal. Een allen voor allen noemt hij dat. Het collectief, de coöperatieve verbanden. In Nederland hebben we dan het poldermodel. Niet enkelingen die superrijk zijn, maar zorgen dat je eigenlijk een gedeelde economische orde hebt. En zijn idee is, wanneer wij dus dat hele Engelse model overnemen, dan vernietigen we eigenlijk onze eigen potentieel. We moeten hier eigenlijk een nieuwe vorm met types à la Anton Philips, hè, zoals in Nederland, die een soort sociaal bewustzijn hebben. Moet je een andere politieke orde scheppen. En zo was hij heel kritisch dus op inderdaad wat hij zegt, het nadoen van de Engelsen, de grote rol van de hoogfinans in Duitsland. En daar wilde hij een alternatief voor scheppen. Het is waar, de nazi's hebben daar natuurlijk. Maar mag ik nog heel even, want je zegt de nazi's hebben er gebruik van gemaakt, of is het een voedingsbodem? Nee, het is dezelfde voedingsbodem. Het komt uit diezelfde okay. bak, zeg maar. Reactiebak, zou je zeggen. Daar zat Spengler in, daar zat Thomas Mann in, en daar kwam ook een nazi uit voort. Noem je dat nou de nazi-bak? Dezelfde voedingsbodem, zei ik toch? Ik wil er ook wel graag iets over zeggen, omdat ik het natuurlijk, ik ben best wel een beetje bijna murf geslagen door de manier, moet ik eerlijk zeggen, door de manier waarop dit wel voortdurend met die nazi's in verband wordt gebracht. Hè. Wat daar ook van waar aan is, ik heb het in elk geval niet gezien. En ik vind het toch belangrijk om een paar feitjes te noemen. Want het is toch wat anders om te zeggen dat het een bepaald klimaat is waar uiteindelijk, of ja, zoals jij het ook vrij genuanceerd zegt, of dat rechtstreeks continu de kranten staan er natuurlijk vol mee. Proto-natie, dit. Elke week kan je dit weer horen. En als je weet toch dat hoe Spengler zelf de nazi's heeft bejegend als idioten, moordenaars, dieven, barbaren. Dat waren zijn vrienden niet. Je kan hem conservatief noemen, maar hij heeft een andere weg gezocht. We hebben het er net over gehad. En ik vind het toch wel ernstig als dat voortdurend op dezelfde stoel wordt neergezet. Dat heeft nogal consequenties. Maar dat zegt ook iets over ons klimaat. We komen niet meer verder. We hoeven geen boek niet meer te lezen, want we hebben er al een oordeel over. Dus het interessante is dat hij een van de eersten is die echt methodisch het rasbegrip eigenlijk heeft ontmanteld ook. Hij zegt biologisme is juist een teken van civilisatie, van een gebrek aan cultuur. En mede om die reden is overigens zijn jaren de Entscheidung al heel vroeg ook in de censuur gedaan. Dus de nazi's zagen dat ook wel als een hele fundamentele aanval eigenlijk op. Want hij was een grootheid, hè, in de jaren 20. Dus het feit dat hij zich daar zo van distancieerde, dat werd hem bepaald niet in dank afgenomen. Maar ik denk dat de overeenkomst, en dat is wel, denk ik, waar Chris terecht op wijst, en dat is die bak.
Hij was heel kritisch op de parlementaire democratie. Hij zei, ja, dus hoe de parlementaire democratie zich ontwikkelt, daar zal steeds meer dus het geld zijn invloed op gaan uitoefenen. En dat ondermijnt eigenlijk de gezondheid van. Maar ja, als je de naam Thomas Mann noemt, ben je er eigenlijk wel uit. Want niemand zal Thomas Mann verwijten maken van nazisme. Ja, terwijl hij uit precies dezelfde hoek komt. Precies. Maar ik zie bij Mark ook gewoon een enorme ergernis. Want dat zal absoluut. Jou persoonlijk dus raken. Kijk, er is een avond geweest in Paradiso. Daar is het over Spengler, daar is het gepresenteerd. En het is die hele avond meer over Thierry Baudet gegaan dan over dat boek. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Ik bedoel, dat is. Ja, maar zo werkt cultuur. Maar dat is toch deels ook verantwoordelijk. Dat is ook toch een van de redenen waarom er nu aandacht is. Nee, dat geloof ik niet. Laten we even bij de man zelf stilstaan. Ik denk inderdaad eerder dat Baudet denkt, met Spengler maak ik goede sier, dan dat het omgekeerd is. Maar laten we even bij Spengler zelf stilstaan. Hij heeft een autobiografie geschreven die pas jaren na zijn dood, geloof ik, verschenen is. 10 jaar geleden. En daarin schrijft hij een zinnetje in de zin van Ich bin für das Sehen geschaffen. Ik ben voor het zien geschapen. Ja. Dat is nogal wat. Nou, kijk, weet je, dat ziet ook wel heel grappig. Kijk, jij zei net, ik heb goede contacten met de filosofie-uitgeverij. De vraag was, welk filosofieboek gaan we nu uitgeven? Ik ben natuurlijk toch een historicus. En daar ben ik ook afgestapt van mijn grote liefde voor Spengler. Ik vind het ook prachtig geschreven. Ik vind ook dat hij hele mooie gedachten heeft. Maar ik zie het niet als geschiedschrijving. Nee. En ik zie dus echt, als ik zie hem als een ziener. Het grappige, toen Ad net erover had, noemde hij allemaal dingen over de toekomst. Dat was heel interessant. Zodat je het misschien wist. Hij schrijft natuurlijk een boek over het verleden. En Ad had net over Spengler en heeft het over de toekomst. Nou, dus Spengler is een ziener. Het is een man die in zijn hoofd, in die cultuur waar we het over hadden, allemaal dingen ziet waar je door mee kan laten slepen, zoals je door muziek kan laten meeslepen. Als je als historicus naar kijkt, dan denk ik van, wauw. Maar wacht even, Chris. Mag ik iets aan toevoegen? Ja, tuurlijk. Nou, één dingetje. Kijk, ik zou dat zien. Hier wordt natuurlijk helemaal in de hoek van de profeet gezet. Ik denk dat je het ook als fenomenologisch zien moet zien. Je moet het zien. Als je die dingen, die teksten schrijft, moet je zien waar hij het over heeft. Ja, heel concreet over de kunstdingen waar hij het over heeft. Je moet het voor je zien. Dus het zit in een fenomenologisch Duits denken. Ja, het gaat om verschijnselen die je probeert verschijnselen. Het gaat niet alleen maar over profetische voorspellenachtige zien. Het is een rationele ziener. Kun je daarmee leven als we het zo voorlopig even samenvatten? Maar waar ik naartoe wilde is ook, Chris, je had het net over de Duitse burgerij die de cultuur omarmt om zichzelf te emanciperen en een positie te verwerven. Als je die autobiografie van Spengler leest, dat is een, laten we zeggen, niet een volledig geslaagde jeugd met ouders die heel verdrietig zelfs. Allemaal heel verdrietig. Er is ook gesuggereerd dat boek van hem een voertuig is om zichzelf neer te zetten. Ja, ik denk dat dat voor een deel wel waar is. Dat doen we toch allemaal? Ja, dat lijkt mij ook. Dat boek, kijk, hij was een man die eigenlijk nogal in het slop was geraakt. Ook rond zijn 30ste. En die een groot verlangen, een eenzaam was. En een groot verlangen had om iets te creëren waar hij zich goed bij voelde. Nou, en dat was dit prachtige bouwwerk. Wat voor mij een bouwwerk vooral is van taal en van gedachten. En niet van zoals de geschiedschrijving. Maar wel een mooi bouwwerk. En dan heeft hij zichzelf daar. En toen hij nog daar succes mee kreeg. En ontzettend veel succes. Ja, dat heeft hem een ander leven bezorgd, denk ik. Absoluut. Ja, kunnen we nog wat met Spengler? Zullen we daar eens even een tijdje bij stilstaan? Ja, en dat hangt dus samen met dat zeer, wat niet het helemaal hetzelfde is als ziener, overigens. Dat zal Mark kunnen beamen. Maar Mark legt het goed uit, hij legt ook de nadruk op de eigen methode. Hè, zijn eigen methode. En dat is morfologie. Dus, en dat is ook het zien van de beschrijven van de gestalte. Vormkunde. Ja, doen we het dan tekort? Ja, dus wat hij doet is inderdaad echt de vorm laten zien van bijvoorbeeld zo'n muziekcultuur of van die schildercultuur en zichtbaar maken, en dat is zien, hè, de zeeën, zichtbaar maken van de principes daarin. Hè. Dus wanneer hij bijvoorbeeld schrijft hoe Rembrandt, noemt hij de eerste impressionist. Nou, dat wordt nu, hè, door heel veel mensen wordt dat ook gezegd. Hè. Dus wat hij zichtbaar maakt is hoe in bijvoorbeeld onderscheid met de antieke fresco-kunst, bij Rembrandt heel uitdrukkelijk het lichaam verschijnt vanuit de ruimte. En hij noemt het gedynamiseerde ruimte. En dus de ruimte waarin je eigenlijk het licht
zijn werk ziet doen, dan verschijnt de gestalte dus in de ruimte. Ten opzichte van een fresco of een beeld waarin eigenlijk de ruimte geen... Tweedimensionaal werkt. Ja. En je ziet dus bij de schilderkunst van het aanslag... Ik moet gewoon zeggen dat dit ingewikkeld is. Ja. Let even op, want ik vraag aan jullie, kunnen we nog wat met Spengler? Ja. En dan geef jij een college, een mooi college kunstgeschiedenis, dat Spengler ons heeft geleerd anders naar Rembrandt te kijken. Maar ik bedoel eigenlijk, kunnen we op... Dat is mooi, dat is meegenomen natuurlijk, maar heeft het boek nog waarde in die zin dat het ons helpt om naar onszelf te kijken en onze toekomst? Nou, als literatuur en filosofie vind ik wel. Ik bedoel, volgens mij moet je er niet, heeft het geen historische waarde. Dat geloof ik niet. Maar wel als filosofie. Mag ik daar iets over ook aan de historicus? Ik ben het wel mee eens natuurlijk dat Spengler geen historicus is. Ik zou bijna zeggen, gelukkig niet. Maar hij is een filosoof eerder. Ja. En filosoof en dat dus en dat er zijn er natuurlijk niet zo heel veel. Misschien Hegel, dus die geschied filosofie. In die hoek zou ik het plaatsen. Ja. En is het niet nog steeds ontzettend belangrijk? Je had natuurlijk vroeger die erkleren verstehen discussie, gaan we het niet over hebben. Maar wat voor eigen methode hebben de geschiedwetenschappen geesteswetenschappen in het algemeen en de geschiedwetenschappen in het bijzonder? Ik denk dat, ik heb ook Gadamer vertaald. Ik heb zelf het idee dat nog steeds moet gebeuren. Dus natuurlijk een van de belangrijkste punten die inbrengt, dat er een geschiedwetenschap die zich aan een natuurwetenschappelijk model als maar voorbeeld hij heeft. Hij wil naar zijn vraag toe. Ik wil vooral niet in een discussie verzanden over geestes versus natuurwetenschappen. Nee, met de maar een je vraagt ontleden, wat het ons te bieden heeft, dan is dat dan, één ding, het nadenken. Mag ik het dan op een andere manier voor vragen dan deze stellen, deze vraag? Jullie vertelden net dat jullie een bijeenkomst hadden gehad en het was stampvol met mensen die geïnteresseerd waren nu in Rotterdam was dat, In Rotterdam. Misschien was dat 10 jaar geleden of 15 jaar geleden absoluut ondenkbaar geweest. Dus er is blijkbaar nu een enorme belangstelling voor. En waarom? Want dat boek ons nu te bieden hebben? Ik begrijp wel dat het heel vervelend is dat een paradies over Thierry Baudet ging. Maar er is natuurlijk één ding wat hij zegt, waar veel mensen wel last van hebben. De draad is een beetje kwijt. Begrijp je? Mensen vinden het wel fijn om toch begrip te hebben voor. En biedt Spengler de manier om naar de wereld te kijken. En ik geloof dat dat bij veel mensen wel appelleert. Maar het grappige is, de draad is een beetje kwijt, zeg je. In de jaren 70 waren we ook op zoek naar de draad. Nou, hadden we een ideologie, toen vonden we Marx. Ja, precies. Maar en nu vindt mensen... Overdrachtelijk bedoeld. Ja. En nu vinden mensen Spengler. Zegt dat toch ook iets over onze tijd? Ja, ik denk dat dat helemaal waar is. Dus als je kijkt, we hadden de grote klap eind jaren 80. Met de val van de muur. En wat Fukuyama toen beschreef, eigenlijk het einde van de geschiedenis. In de zin, er is geen ideologische vooruitgang meer. Dus we hebben liberaal kapitalisme, dat is het wel. Al zo ongeveer. En ik denk dat we nu zien, 30 jaar later bijna, is dat je merkt, ja, maar wacht even, betekent dit dat inderdaad het einde van de geschiedenis? Of komen er andere dingen op? Nou, wat het interessant is bij Spengler, die andere dingen die opkomen. Dus je ziet dat niet alle culturen gelijk zijn. Daar begint het mee. Dat daar toch heel diep een soort verschillen bestaan. Voor wat die waard zijn. Dat voelen mensen ergens ook. Wat doet dat China? Wat doet dat Rusland? Wat doet de islam? En wat doet de islam? Mm-hmm. Daar kun je bij Spengler iets, denk ik, iets heel zinvols over lezen. Dat is het eerste. En het tweede is, we leven in een wereld waarin inderdaad dat kapitaal, die economie en die techniek toch een hele grote rol zijn gaan spelen. Lever je daar marxistisch kritiek op? Nou, kan eigenlijk niet meer. Dan heb je met Spengler heb je in ieder geval een andere taal om die verschijnselen te duiden en om alles wat daarmee samenhangt een plek te geven. Mag ik één ding aan toevoegen op een andere manier? Er is wel een heel groot verschil tussen, dat hoor ik wel zoals Ad erover praat, want die praat echt vanuit Spengler. Over Spengler, wat hij zei en wat hij beweerde en wat wij van Spengler gemaakt hebben. Dat was in de jaren 20 ook al zo. Mm-hmm. De jaren 20 was Spengler altijd geassocieerd met de ondergang, blablabla, en de pessimisme. Je ziet nu andere dingen terugkomen, bijvoorbeeld verlangen naar eenheid, een bezield verband in die orde van grootte. Maar de Spengler, de man van dat boek, is echt een heel andere, de man van de PR, als je het zo mag zeggen. Ja, en die twee dingen botsen voortdurend. Ja. Ook nu weer. Ja, dat klopt. Ja, voor mij blijft dan toch een beetje een probleem, maar misschien zit ik ernaast, dat het bij Spengler het omarmen van de moderniteit is met lange tanden.
Dat is natuurlijk een heel oud motief. Dat gebeurde op zekere hoogte bij Marx ook. Daar zit ook een omarmen van de moderniteit in met een romantisch element gevoel daarin. Ja, maar er zit 100 jaar verschil, hè? Spengler van toen, hij is al heel lang. Dat boek is van 100 jaar geleden. De moderniteit nu is een heel andere moderniteit dan in 1900. Maar is het dan, want jij zei net pessimisme. Is dat dan wat mensen erin terugvinden? Dat is in de PR wel zo. Spengler was geen pessimist, hè? Maar kijk, ik heb het even genoteerd. Anders omgaan met kapitaal en economie, daar biedt Spengler een perspectief op. Ja, en de techniek biedt ons ook een perspectief om te gaan met globalisering in een wereld waar we eigenlijk steeds banger voor worden. Ja. En het heeft ook nog een literair mooi boek opgeschreven met heerlijke zinnetjes waar je af en toe van kunt genieten en je toch weer wat beter muziek voelt. Het is voor een deel voor mij is, voor een deel is het muziek. Hoe gaat het met het boek? Loopt het, maar even gewoon heel platvloers. Ik denk dat je dat aan de uitgeverij moet vragen. Maar in elk geval, weet ik, niet zo als verwacht. En dat heeft zeker met de bijna tendentieuze berichtgeving erover te maken. Die speelt echt een grote rol. Nou, het boek heeft ook veel reclame gekregen. En het heeft ook een tijd lang in de top 10 van de boekhandel. Scheltema, Holkema, Vermeulen gestaan. Dus het gaat best redelijk met Spengler. 100 jaar. Ja, je vraagt daarna. Mogen jullie wachten boek voor kerst, zou ik zeggen. Ja, het kan nu nog. De winkels zijn morgen nog de open. De historicus Chris van der Heijden, de filosoof Ad Verbrugge en de vertaler Mark Wildschut. We hadden het over de ondergang van het avondland, is uitgekomen bij Boom en ligt in de